Goedemorgen allemaal, wij rijden net bij ons hotel weg en wij gaan naar Facts. Facts, het is de tweede dag van Facts en we gaan vandaag een beetje vloggen, hoop ik. Maar dat zullen we zien als dit filmpje uiteindelijk online komt. Ik heb er zin in en we gaan jullie een dagje meenemen. Dit is de prachtige Flanders Expo. Ziet het er niet mooi uit? Ik weet niet of ik het mooi vind. Maar binnen is het wel heel leuk. En we zijn binnen. Dit is de stand. En we gaan nu even een rondje maken. Welke kant gaan we op die? Gaan we daar naar de muziek? Ja, oh ja. Oké. Okay. Hebben ze leuke muziekjes? Oh, spelletjes. Wat gaan we nou op zoek? Leuke spullen. Ik ga deze leuke schaaltjes kopen. Kijk nou, met panda's. Dat is super leuk voor in de video's. Oui, merci. Merci, au revoir. Et... Pour toi. À la prochaine. Hoi. Hoi allemaal. Ja, we zijn vandaag op de Geek Days in Lille. Dus bonjour, Lille. Bonjour. Bonjour. Je suis le curist. Zijn er mensen? Kan je weer even zien? Ja, zeker. Denk maar. Inmiddels zijn we op de derde beurs van deze vlog en dat is in Düsseldorf, in de Komi. Dus Jet moest weer Deutsch spreken. En nou ja, ik moet zeggen dat mijn Duits niet fantastisch is, dus ik denk dat ik af en toe op Engels over ga. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En ik ben heel benieuwd, Hanna is mee dit keer. Hoi Han. Hoi. Hoi. En jullie gaan straks verder zien in deze vlog hoe het gaat.
bubble tea. Ik heb dus net even een massage gedaan voor meer energie. Dat zit hier achter ons. Dus ik dacht, nou ja, waarom niet? En nu gaat Hanna ook even. Dus Hanna, succes. Ik ga dat straks even filmen. Hanna, hoe vond je het? Heerlijk. Helemaal zen. Oké, top. Hoi, inmiddels is het maandag en zijn we weer gewoon op ons kantoor. We zijn de pakketjes van het weekend aan het inpakken en alle beurzen zijn nu voorbij. Dus je hebt een vlog gezien met 3 leuke beurzen waar we zijn geweest. En natuurlijk komen er hierna weer leuke beurzen. Dus daarvoor kun je de agenda op de site in de gaten houden. We gaan morgen naar Japan. En dat is ook heel erg leuk. Dat betekent wel dat er geen video's zullen komen de komende 2 weken. Maar daarna wel weer. En onder andere een video over Japan, denk ik, hoop ik. Dus dat gaan jullie zien. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!